4 maanden lang zijn ze aan het vullen geweest bij het nieuwe zwembad in Veldhoven. Want zo was het in september. En inmiddels is het bad volledig in gebruik. Nou ja, het nieuwe zwembad is natuurlijk super fijn, hartstikke mooi. Alles lekker fris en fruitig, helemaal schoon. Ja, en dat we gewoon alles weer mogen doen. Dat we gewoon weer helemaal open zijn. Ja, dat is gewoon zo fijn. Ja, mensen zijn blij, wij zijn blij. Oude bad was gewoon klaar. Hè. Dat was al oud, was 45 jaar oud. Ja, je hebt een nieuw begin, nieuwe start. Super, geweldig. Het enthousiasme is ook goed te merken aan de zwemmers. Ze zijn het oude zwembad al bijna vergeten. Nou, heel erg fijn. We waren echt wel uitgekeken op het oude bad, want het was allemaal vies. Maar ja, dit is zo'n supermooi zwembad en zo lekker. En ja, wat ik al zei, zo licht en zo ruim, dat ik het andere eigenlijk al niet meer mis. En je wist dat het eraan kon komen, hè? Maar je wist alleen niet precies wanneer het was. Dus langzamerhand heb je al afscheid genomen van het zwembad en ben je alleen maar blij dat je naar een nieuw zwembad mag. Voor de leiding was het wel even schakelen van het oude Den Eckerman naar het nieuwe Citysport Veldhoven. Ook omdat een echt afscheid aan het 45 jaar oude bad niet mogelijk was. Ja, dat voelt wel een beetje wrang. Het was gewoon heel raar. We moesten natuurlijk dicht, dat hadden we natuurlijk niet verwacht. En nu was het in één keer op kerstavond bij ons het besef. Ik moest toevallig die dag ook lesgeven als een van de laatste in dat bad. Zo van, dit zijn de laatste bezoekers. Dit zijn de laatste bezoekers. Dus ja, een beetje zo. Dus het was eigenlijk heel raar, heel bizar. In mijn hoofd is het bad nog niet klaar. We hebben nu een prachtig nieuw bad. Misschien is het ook wel goed zo. Hè? Kun je er niet meer mee naar terug. Sleutels zijn ingeleverd, alles is eruit, alles is hier. En we gaan hier gewoon weer verder. Alleen Eva, maak de tempo. In totaal zijn er 3 baden met elk zijn eigen functie. Al was dit nieuwe zwemcomplex er bijna nooit van gekomen. De gemeente wilde in 2016 nog het bad sluiten. Door aandringen van Minette en haar collega's kwam het nieuwe bad er toch, tot groot genoegen van de huidige wethouder. Om eigenlijk de politiek wakker te maken van Veldhoven verdient een zwembad. En de Veldhovense politiek die is ook zo dat ze luisteren naar de signalen die ze krijgen. Er was een grote opkomst op het Meiveld. En kijk, daar staan we positief vooruit. We zijn klaar voor de komende jaren. Maar ik heb altijd in mijn achterhoofd gehad, eerst zien en dan geloven. Dus ja, toen die eerste steen, zou maar zeggen, symbolische steen hier afgegraven werd. En het echt begon, toen had ik zoiets van, nu gaat het echt beginnen. Nu kan het bad voor de komende tijd niet meer worden afgenomen. Door de plotselinge opening voor alle bezoekers is het nog wel even zoeken naar hoe alles werkt. Maar dat is een kwestie van tijd. Maar ik denk over een half jaar, als we allemaal gewend zijn, als we allemaal alle ins en outs weten, iedereen. Ja, dan denk ik dat we gewoon weer hier gaan draaien als het tierenlier. Dus ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen.